Daar zijn we weer, de twee vrolijke veteranen met de piepshow. Jawel. Um, ik heb 1, twee, drie onderwerpen en we eindigen zoals altijd, natuurlijk met Activision Blizzard, want ze blijven doorgaan. Ze het, gaan door. Het, 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 ze ze wordt, gaan gewoon door. Dit is <laughs> op een gegeven moment zeggen jongens. Maak, een, hak die fucking knoop door. Maar nee, uh, modder gooien, kluiten gooien, dat soort dingen. En anyway, ja, we zijn wel. Ik zie een einde, einde licht aan het einde van de het. De, wordt zo sneu op dit, het wordt dit moment. Het begint echt sneu te worden. Maar goed, uh, we gaan eerst even twee andere onderwerpen behandelen. En het eerste vond ik interessant. En uh, dat betreft de game um, Suicide Squad. Kill the Justice. Hmm. Uh, het is een game um, die mij verder niet zo heel veel doet. Het is een uh, superhero uh, game, maar die is uitgesteld naar aanleiding van een um, ja, eigenlijk een, 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 een tien-minuten-durende gameplay-sequentie tijdens de afgelopen PlayStation State of Play. En dat vond ik wel interessant van. Um, zij zeggen dat het er niks mee te maken heeft uh, met die preview. En ze moeten polishen. en bla. Die, bla, die, bla. Maar eigenlijk de, de, deze tien minuten gaven zoveel negativiteit online. <laughs> uh, met name vanwege de microtransactions. En dat je always online moet zijn. De mensen pruimden het niet. Super cool. Um, nou ja, ik, ik vind het heel interessant. Van, ik heb laatst ook weer een preview uh, zitten spelen van bijvoorbeeld Dead Island. Uh, een game die voor 23, 21 april. Uh, daar heb ik uh, echt fucking veel zin in. Ja, nou goed. Stel nou dat uh, de media daar heel negatief over schrijft. En er worden ook gameplay sequenties worden nu vrijgegeven. En uh, mensen worden daar negatief ja, reageren daar negatief op. Vind jij dan dat het slim is van een developer om dan de game gewoon weer uit te stellen? Ja, nou. Kijk, wat je gewoon hebt met dit, het is al lastig. Maar die, die beslissing om zo'n game te maken, weet je, dat, dat kost jaren. Dus ja. waarschijnlijk is deze game vijf jaar geleden die beslissing gemaakt. Drie jaar geleden zijn ze begonnen met developen. En nu mm. zijn ze op drie kwart, ik zeg maar wat. Weet je, dat kost jaren. In die vijf jaar is van alles gebeurd. Weet je, we ja. zagen de opkomst, en nu dus uh, de ondergang van de van de Marvel uh, Universe. En um, je, daarmee in het kielzog daarvan ook, uh, denk ik, misschien het hele superheldengenre wat gewoon, ja, niet meer zo populair en zo fris aanvoelt als het ooit deed. Mm -hmm. Dus ja, weet je, nu krijgen we dus een, een stortvloed van superhelden <laughs> uh, uh, videogames. Ja. Niemand zit er meer op te wachten. Uh, Disney Plus uh, gaat er bijna kopje aan onder, omdat niemand die rotzooi meer wil zien. En nu um, uh, ja, zit je ermee. Weet ja. je? En dan heb je, al, heb je die vijf jaar heb je geïnvesteerd in, 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 in die crap. Ja, en dan is niemand meer enthousiast. Dan heb je microtransacties gebouwd. Het, het is, vanaf hier is het nou, alleen maar een van. Nou ja, dat vind ik goed. Want uh, als ik dat stukje nog even kan zien. Uh, uh, kijk, uh, hier staat... Uh, okay. uh, Suicide Squad was showcased uh, during a PlayStation event in February... ...but received criticism from fans due to its service elements... ...such as purchasable cosmetics and a requirement to play online. Nou goed, um, die service games... ...en dat, eigenlijk sluit dat heel goed bij jou verhaal aan. En dat denk ik ook uh, is weer een reden waarom Playstation ook uh, best wel angstig is op dit moment. En andere partijen. Mm -hmm. Als je gaat inzetten op service games en je bent eigenlijk al een beetje late to the party. Uh, maar stel dat dat twee jaar geleden is, dan zitten mensen nog iets van, hey, leuk, service games, vind ik wel leuk. om Inmiddels zie je nu een soort van revolte onder gamers van weer een service game? Weer die Cosmetic shit die ik dan moet ja. aanschaffen. Ik ben er klaar mee. Je ziet een revival van de ouderwetse singleplayer game gewoon weer. Nou ja, da, en dat is natuurlijk Warner heeft aan een lijve ondervonden wat dat kan doen met Hogwarts Legacy, natuurlijk. Wat, ja. wat gewoon een groot succes is geweest. Um, ja, het is, het is vervelend, maar op een of andere manier. En ik snap dat niet, want ik zie dit nu al, al, mm -hmm. al decennia in die gamesindustrie, dat gaan achter die hype. Ja, zou. nee, absoluut. Weet je, kan jij nog herinneren dat we op een gegeven moment, toen, toen kreeg je die televisies met die 3D-brilletjes. Mm -hmm. Weet je, dan kreeg je zo'n zo, zo, zo blauw en zo'n rood ja. glaasje. Nou, sorry, maar dat is it, kindershit. Dat zat vroeger <laughs> bij, de, bij de Donald Duck, weet je. En dan ja. kon je in een stripje, kon je in 3D, wauw, kun je dat zien. En diezelfde shit hadden ze toen een soort van professioneel gemaakt, dat je het zag niet met het blauw en, en rood maar het zat wat meer in de glazen verwerkt. En dan uh, moest je een nieuwe televisie kopen. En dan videogames ondersteunen. Dat, dat ging het helemaal worden. En ik weet nog dat ik dat zag, weet je. En dat gewoon iedereen weer... weer ik zit die shit op het kotsmisselijk. Superkut. En dan uh, een of andere IE Ik weet het nog. Een IE evenement Volgens mij hebben we dat zelf nog gepresenteerd. Mm -hmm. En dan stond ik te praten met die mensen van die En ik had echt zoiets van wat is het nou met die, met, die, met die jacht op die hypes de hele tijd. Ja. ja, maar mensen gaan nieuwe televisies kopen en die willen nieuwe games erbij. Weet je, en ik heb echt zoiets van, het enige wat ik kan doen is diep zuchten om dan vervolgens ook het volledig de afgrond in te zien gaan. Ja. En vandaar, weet je, ik wil Playstation met die light guns die weer terugkwamen. Um, uh, nu weer met VR, wat maar ja. niet van de grond wil komen. Met sweepen met uh, de Kinect. En, ja, die, ja. Microtransacties, nu met die, met die NFT's, weet je, of de, of de coins, of wat ik voor, ja. wat voor tokens, lots, zoals in die games. Zo doen en het grappig is, je hoeft maar één voorbeeld te hebben als gamer waarom het kut is om in één keer genezen te zijn van de hype. Ja, dus na, na dat je het een paar keer gezien hebt, snap je het wel en weet je dat je het niet hoeft. Weet je, en nu komen en dan komt Warner Brothers nog een keertje aan. En nee, we gaan het nog een keer doen hoor. joh ja. nu wordt het echt vet. En de ding, ik denk ook, hè, als je kijkt, er was veel negatieve backlash aan de hand van die presentatie bij het Sony-evenement. Mm -hmm. Wat het en dan staat van ja, de kritiek was van ja, always online. En dan service game. Nee, de kritiek is dat het gewoon niet vet genoeg was om al die bullshit te verantwoorden. Zo kan je Als het zien. gewoon ja, ja, een ja. knijterharde game was, waarin ze had van nee, dit moet ik spelen. Dan had je dan ze niet gehoord we, over nee, die shit. Nee. Nee. En het is gewoon, het is middelmatige kut. Ja, ja en, en, en dan zit je nu met een probleem. Dan kun je natuurlijk zeggen, en dat is logisch dat ze zeggen, want ze kunnen natuurlijk niet zeggen van oké, okay, fuck it, uh, die hele game van ons verkeerd ingestelken. Uh, we gaan het even opnieuw maken. Uh, dus zeggen ze, uh, het is bugs en, en weet je wat. En dat soort dingen. Je kunt nu niet meer terug. Ik bedoel, als jij een game maakt, uh, een service game, ingestoken op het verkrijgen of het kopen, het, het proberen te verleiden tot het koop van cosmetics, kun je dat niet helemaal nu meer omgooien. Nee. Dan ben je je hele game aan het veranderen. Dus deze game uh, is dan een beetje een developers hel van oké, okay, wat ga je nu doen? wetende dus dat mensen. Er hangt een heel negatief stigma rond. Ja. Um, er is heel veel geld ingegaan. Ja, wat nu? En um, ik, ik, ik vind dat interessant. Dus dat, dat laat ook wel weer zien dat als je gewoon dat je als gamer ook daadwerkelijk wel uh, macht hebt uh, ja. op social media, maar ook met je portemonnee, niet kopen, wel kopen. Uh, en dat dit een goed voorbeeld is van, oké, okay, weet je, we vinden het allemaal niet tof um, en laat dat dan ook weten. Dan wie weet leert de industrie daar ooit eens van. Want ja. ik denk dat we heel veel like in de kast gaan zien de komende. Ja, nou, wat was, was dat nou? Ubisoft, waar we dat laatst zagen dat uh, uh, ze al die projecten gecanceld hadden, uh, Ondanks ja. dat er al jaren development in zat. Ja. Dat, maar dat vind ik. Dat vind ik wel ballen hebben dat je gewoon zoiets hebt van ja. Oké, okay, dit is dood, het is nee. klaar. Uh, we schrijven het af, want er valt geen geld mee te verdienen als het uitkomt. Ja. Uh, beter stoppen we nu met het geld aan uitgeven. Enig en dan. het probleem is dat ze natuurlijk wel weer een andere service game erin proppen nee. in plaats van. Maar ik, ik snap wat je bedoelt van, uh, maar games kosten. Zo ontzettend veel geld tegenwoordig dat de keuze om te zeggen: oké, okay, fuck het dan maar, is fucking lastig. Zeker als aandeelhouders die je nek hijgen. Ja, weet, je wat ik het, weet je wat ik het vervelende vind? Ja. kijk Die service games daar is op zich niks mis mee. Het enige is van: het is een winner takes all. Want mm -hmm. je concurreert namelijk met alle andere service games. Ja. Uh, gamers hebben maar één keer tijd om uit te geven. Dus die, die gaan, weet je zoals vroeger, uh, dat, uh, dat, dat zagen bij World of Warcraft, die, die slurpte echt zo'n bak aan. Tijd op van ja. veel gamers dat je zag dat andere games niet meer goed verkochten ja. omdat iedereen alleen maar bezig was met dat. Nou, dat heb je nu met Fortnite, met FIFA, met Call of Duty, met Warzone. Weet je dat zijn allemaal games mm -hmm. die slurpen al die game-tijd op en die zijn in het geval van Fortnite en, en Warzone nog gratis ook. Ja, dus dat, um, dat ga je krijgen zometeen dat je daar dus mee moet gaan concurreren. En dan denk ik van oké, okay, als je nou weet dat dat het niveau is dat je daarmee moet gaan concurreren, dan of je pakt het goed aan en je, je kiest een concept waarvan je zegt van, maar dit is zo vet als mensen dit zien. Ja. En dat is, dat is iets anders dan dat je zegt van, hey, uh, development team wat niks te doen heeft, ja. jullie gaan nu een service game maken. Exact. Want je, dat, dat werkt niet. Je maar moet dat met is een, niet wat er gebeurt. Het is de omgekeerde wereld. De ja. he, dat hele development proces is de omgekeerde wereld. Ja. Alsof die die vorm van creativiteit maakbaar is. Ja. En dat is het niet. Weet je? Ik nee. boel, al die briljante videogames die gemaakt zijn in de, in de geschiedenis, die zijn weet ik veel, dat zijn de, de ideeën die opborrelden toen iemand onder de douche stond. Zonder druk, zonder stress, zonder deadlines. Die kwam gewoon met een vet idee. En dat ja. is goed uitgewerkt. Maar omgekeerd werkt het zelden. Nee, nee, ik ben het allemaal met je eens. En, en dat maakt het ook uh, best wel link. Uh, je... je op het moment als jij roept van we gaan tien service games maken, dan ben je dus bezig om tien service games te maken. Dan ben je niet meer bezig om tien games te maken. En Ubisoft ook uh, hetzelfde van oké, okay, we gaan nu nog meer Assassin's Creed games maken. D dat is niet zoals het werkt. En um, dat gaat bijna altijd tot ellende leiden. En ellende ja. kan bijna niet meer. Omdat al die bedrijven hebben het gewoon fucking. Insane lastig om overeind te blijven. Dus heel gevaarlijk. Um, gevaarlijke periode. Um, gaan we even door naar. Uh, de oorlog um, ja, in Oekraïne en dan vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in de gamesindustrie. En het uh, Stalker-team, wat zich in de oorlog heeft gemengd. Ja, ja, ja precies. Um, we hebben natuurlijk gehad Atomic Heart, een Russische game. Uh, die door de overheid, uh, de Oekraïnse overheid, uh, werd gevraagd aan uh, Sony, Microsoft en Valve Steam. Uh, of ze die game wilden boycotten, want er waren lijntjes met een investeerder. En die had weer een lijntje. Uh, uiteindelijk kwam dat wel bij Poetin. Uh, terecht. Um, toen maakte ik al een grap. Nou, dan ga je dus met stalker. ga je natuurlijk hetzelfde krijgen. Omgekeerd. Nou, is daar wel wat mee aan de hand? Um, er is namelijk 30 gig aan materiaal. is blijkbaar in. De handen gekomen van een, een, ja, een hackerscollectief. Um, en wat, sorry, wat voor materiaal? 30 gig aan, aan materiaal van Stalker. Dus okay, de verhaal... Gay World is ja, gehackt. Ge blijkbaar hebben ze dat te pakken oh. kunnen krijgen. Ja. Wat me ook helemaal niet onlogisch zijn. Want die mensen zullen ongetwijfeld overal werken. Uh, misschien, ja, weet je wel. Dan wordt je netwerk steeds kwetsbaarder. Anyway. Um, ze dreigen daarmee. En het grappige is, ik dacht, dacht eerst van... Oké, okay, dat is dan echt een hele... Uh, dat is dan weer zo'n zo hackerscollectief... die gewoon, wij spreken, voor, voor de overheid werkt... en dan gewoon hackt. Nee, het is een collectief die zegt van... Uh, wij houden ook niet van Atomic Heart. Het dat, dat, mm. dat, dat, zijn Russen. Okay. Um, want het is... Uh, Politiek, hoe je dat zeggen? politiek maken van een game, weet je, politiceren ja. is dat een woord? Ja, ja, nou ja okay, goed. Ja. Zij zeggen van uh, deze game uh, is ook gepolitificeerd. en um, waarom? Uh, omdat hier um, staat ook uh, change your mind. Kijk, hier is wat ze zeggen. Ze zeggen eigenlijk van oké, okay, we gaan dit of we gaan dit bekendmaken, we gaan dit naar buiten brengen en dan kan de hele wereld zien uh, de verhalen en alles, dan slopen we eigenlijk jullie hele game, maar. We bieden je een aanbieding. een offer you can refuse. Change your mind. Rethink your attitude towards players from Belarus and Russia. Apologize for the unworthy attitude towards ordinary players from these countries. Of ik, nee, ik moet zeggen, ik vind daar wel... Uh, daar zit wel een punt, hè? Nou ja, nee, ik bedoel, tuurlijk, fuck die oorlog, weet je? En, yeah. en, en, en die agressie en het lijden van mensen. Dat is fucking vreselijk. Maar... In beide landen, zowel in Oekraïne als in Rusland, zijn natuurlijk gigantisch de mensen die gewoon daar niks mee te maken willen hebben. En, nou. en er niet achter staan en dat niet willen. En die worden gewoon uh, uh, ja eigenlijk afgeserveerd met, met hun overheid. En zowel Zelensky als Poetin, uh, vind ik allebei, uh, valt van alles te verwijten. Maar de doorsnee Russische gamer, wat de fuck heeft hij te maken nou ja, met goed, die shit. Weet dat, je? dat is wat deze mensen zeggen. Ja, ja. Uh, hij zegt ook nog: uh, de punt drie. Uh, uh, Relocalization. Uh, re Fans are waiting for, uh, for hear from your official company. No need to spoil the game for people because of politics. Of feitelijk ook zeg van: uh, die game moet ja. ook gewoon bekend. Moet gewoon weer uh, voor Russen be uh, uh, benaderbaar worden. En als jullie dat niet doen, um, ja, dan gooien we alles uh, naar buiten. Dus <laughs> het is een hele andere manier. Ik bedoel, ik dacht, maar dit, heeft, het, toch, dit zijn toch gewoon een paar kids die dit, die dit sturen. Nou nee, want GEC heeft er wel officieel op gereageerd. Is wel enigszins in paniek, heeft er op Groepen van als het online komt, uh, kijk er dan niet naar, want het sloopt de game. Nou goed, ja. dat, dat ga ik sowieso niet doen, want ik, ik verheug me enorm op de game. Maar ja. um, uh, eventjes niet over die oorlog, maar het heeft allemaal wel weer te maken met het feit dat of het nou woke is <coughs> of politiek van het opdringen van standpunten via entertainment, da mensen moeten daarmee gaan ophouden, ook niet in je game stoppen. Uh, laat mensen ja, gaan, gewoon... misschien moeten mensen stoppen om daar geld aan uit te geven. Want het, je hebt helemaal gelijk. Nee, nee, het is niet alleen. Kijk, Rusland, Oekraïne, oké, okay, dat is duidelijk, weet je, wat er een land is. Maar we, ik bedoel. Wat Disney Plus aan het doen is, is nagenoeg hetzelfde. Het is ook politieke ideologie door middel van ja, nee. van series en films. Ja. En uh, ja, weet je, Disney doet dat. Netflix is er net een beetje op teruggekomen. Uh, Amazon heeft het gedaan met die, met die hoe heet die, die die Lord of the Rings rip-off van ze die echt niet te hachelen was zo kut. <laughs> uh, en dan denk ik gewoon van ja, weet je, dat 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 die, nee, die, die 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 maar die politieke ideologie moet weg uit die. En ik weet niet wat het is, maar deze hele samenleving wordt wordt geterroriseerd door politieke ideologie. Nee, nou, het, het is natuurlijk de... Vroeger had je natuurlijk gewoon de verzuiling. Dat was net zo politiek. Het is, en dat was ook kut. Daar zijn we op een gegeven moment van afgekomen dat we niet meer uh, gingen laten bepalen door fucking of uh, door de communisten of door de socialisten of door de kerk wat we dachten. We werden eindelijk vrij van oké. Okay, denk gewoon wat je wil. Vind je fucking Rusland de grootste eikelster ter wereld. Koop die game niet. Omdat jij denkt dat, dat dat misschien dan geldt. Prima, is jouw keuze. Maar het moet nu in games. Het wordt nu. Yeah. Weet je wel. Um, en dat zie je hier ook van... Ik heb zoiets van... Laat die game gewoon verder met rust. Want... Zoveel maakt het allemaal niet uit in de oorlog, weet je? Dat, en, en, die, ja, die, en ik heb ook zoiets heel simpel, weet je? Ik wil zoveel goede games, komen er niet uit. Ook nog een Als er keer. dan een keer een goede game uitkomt, Het kan mij niet schelen of die uit Rusland of Oekraïne komt of vanuit de Noordpool, I don't give a fuck. Nee. Weet je, laat me, geven, laat me vette games spelen, weet je? Dat wil ja. ik. En, um, ja, nee. Maar die, 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 die... Nou, liever dat mensen games maken, dat ze met wapens op elkaar kop schieten. Dus. Um... Ja, ja, nee ik, ik, ik vind het, vind het uh, lastig en um, je ziet het meer en meer en meer. En het, het, uh, ik vind het eigenlijk nog wel meevallen hoor, jee, moet ik nou, zeggen. Want, weet je, er zijn, uh, volgens mij hebben wij eens een keertje een heel ding gedaan over Russische developers, er zijn er ontzettend veel in Rusland. Ja, ja, zeker. Weet je, en je hebt ook van die, uh, zoals dat, uh, hoe heet dat, met die World of Warships, die gast, die ja, komen ja. uit Wit-Rusland. Wit-Rusland, ja. En... Je hoort er nooit wat over. Het is alleen maar het soort van atomic heart, omdat het oké, okay, een ja. beetje een, een politieke ideologie als, als setting in een game neemt. Mm -hmm. beetje, een beetje vergelijkbaar met hoe Bioshock dat deed. Ik moet zeggen, dat vind ik nou een voorbeeld waarin ik het niet eens zo storend vind. Omdat ze juist zo'n wereld hebben gecreëerd die door politieke ideologie ja. eigenlijk kapot is gemaakt. En, uh, dus het is een soort context. Maar goed, oké, okay, love it or hate it. Uh, maar voor de rest, ik vind het wel meevallen, weet je. Nou ja, goed. Met World of, uh, World of Wargaming, Wargaming uh, krijg ik nog steeds wel mijn persbericht. Ik, volgens mij... Zat die gast ook wel in een redelijke spagaat? Omdat hij natuurlijk in Wit-Rusland. Ik weet niet of hij nog steeds in Wit-Rusland zit. Vast, maar maar is bedoel, ook naar Cyprus gegaan. Um, op het moment als je daar bent, kun je, of je het nou wel of niet vindt, je kunt niet buiten het boekje gaan pissen. Ik bedoel, daarvoor nee, maar is dat deze dus, ook niet. Want er zat de, de investeerders daarin, die zaten heel hoog. Ja, in, uh, nee, in ja, regering. goed. Het is wat het is. Maar dan heb ik altijd iets van koop gewoon die game niet. Weet je wel, van uh, als je er niks mee hebt of je vindt het niet. Maar, maar Helemaal laat, eens. laat mensen die keuze maken. Wat ik gisteren bijvoorbeeld vervelend vond, is. Ik heb de Oscars nog niet gezien. Ik heb wel uh, de uitslag al een beetje gezien. Ik vind het gewoon leuk. Ik hou van die glamour. Weet je. Ik wil die show gewoon zien, dat vind ik altijd leuk om te doen. En dan las ik dus dat een, een film een actrice uh, had gewonnen. Um, en eigenlijk was die blanke actrice, was dan misschien een iets beter. Maar het was tijd dat ook eens een Aziatische dame won. En ik heb zoiets van. Als dat dan doorslag moet geven. Hoe zou die Aziatische vrouw zich dan voelen? Van onder het nee, motto van eigenlijk was je niet de beste, maar omdat je uit Azië komt, hebben we je laten winnen. Ik bedoel het doesn't help the cause, weet je wel? Oh, het is het, gewoon het is, sorry, het is discriminatie en discriminatie is verboden. Nou nee, okay, En maar, als jij zegt van oké, okay, ja, niet de beste wint, maar de meest politiek correcte wint, dan ben je gaan discrimineren. Ja, maar dat is het probleem. Dus die, het verleden waar ongetwijfeld uh, zwarte actrices en, en Aziatische stelselmatig benadeeld worden, dat dat, dat is verschrikkelijk die die tijd moet niet meer terug alleen. Je kunt niet die rekening nu gaan verf, omdat dat die mensen zelf ook niet helpt. Want dan wordt het een soort van tweede rangs actrice. En dat vind ik dan weer snel. Dat is ook wat die mevrouw zei van ja, ja oké, okay, ja, fuck, daar wil, wil ze niet over zeggen. Ik kan me voorstellen dat dat ook weer niet de oplossing is. Je helpt het, het ja. helpt de kost. Mensen moet, je moet gewoon, wie is de beste actrice? En iedereen moet daarvoor in aanmerking ja, het, komen. Het, het, de, het Punt. stomme is dat het, het gemiddelde niveau van de mensen over nadenken is gewoon echt heel laag. Weet je, ik zag dat vorige week, toen was het volgens mij Internationale Vrouwendag. En toen had ik echt zoiets van okay, Oké, maar als je dat dan gaat doen wat zijn dan al die andere dagen, die andere 364 dagen? Ja, je ik ook een mannendag, volgens mij. Nee, dat nee? zijn <laughs> oh, heb ik nee, niet eens. Nee, dat heb je niet. Nou. Dus dat, dan ga je dus automatisch zeggen van, oké, okay, dan zijn die andere dagen, zijn dan blijkbaar mannendagen of zo. Weet je? Ik of wil, niet vrouwendagen. Nee, ik bedoel, je hoeft niet een vrouwendag te vieren om stil te staan bij het feit dat mannen en vrouwen allebei fantastische wezens zijn. Nee, ik vond het, zijn, het sowieso leuk dat, dat dan bijvoorbeeld in Rusland alle mannen en uh, ook wat, wat andere landen dan allemaal een cadeautje geven, terwijl dan de, 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 de agressie tegen vrouwen daar gigantisch die Dat is een vakbjacht. Ik bedoel, dat bedoel ik ja. van die shit moet gewoon normaal worden. Het moet gewoon normaal worden. En je dwingt het dus, denk ik, dat is mijn mening niet af op deze manier, omdat het alleen maar. maar, ga, het, gaat maar ik, ik, gaat het probleem is: het wordt voor een groot gedeelte gestuurd vanuit die, die woke uh, hoofdkwartier in de wereld. Hè? Hollywood is er gewoon eentje van. En we hebben dat in, uh, in Europese grote steden. Heb je daar ook een handje van. Heb je het ook wel zitten. Maar Hollywood met koppen schouders. Dus de Oscars, ja. dat is gewoon... Nee, maar ik snap ook wel. Die gasten hebben gewoon jarenlang stelselmatig gewoon minderheden uh, ondergewaardeerd. Uh, maar maar ja, ja, laatste, dat doen ze nog steeds. Uh, er is ja, echt nee. niks veranderd. Doordat ze nu opeens een Aziatische actrice de Oscars wint. Nee, win. nee nou, dat, dat is het. Dat ik bedoel, het zijn nog steeds van. de Harvey Weinsteins. Die daar de... de weet je, dus laten marcheren en laten afschaken door al die wijven. En voor de, voor de buitenwereld uh, proberen ze op deze manier marketing wise te scoren, en dat is wat ik de hele tijd proef. Ik proef geen uh, authenticiteit, ik proef. Uh, Oké, okay, dit is op dit moment gewoon de gangbaar. Wat, 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 wat moet uh, dan, ga ik, dan? Ga ik dat doen? Weet je, ja. wel. dan laat ik zien dat uh, hey, ze moeten van binnen veranderen. Met zijn hypocriet als de pest dan gaat niet veranderen en het doet nu ja. ook ze intreden in de games-industrie, en dat is echt hinderlijk. Dat okay, is helemaal Eh, Um, gaan we naar daar zijn we, dames en heren? Microsoft versus uh, Sony. Want laten we nou gewoon dan ook maar. Uh, de, de, dat is het nu op dit moment. Ik bedoel, uh, uh, PlayStation is als enige uh, nog steeds uh, voet bij stuk aan het houden van die deal, Macht niet. Doorgaan. No fucking way dat dat door uh, mag gaan. Uh, Europa, nou, de uitspraak is niet definitief, maar daar lijkt het op dat doordat Microsoft water bij de wijn doet en ook een aantal partijen een tienjarig deal heeft aangesloten, dat EU zegt: Oké, okay, laat maar doorgaan. CMA en uh, de FTI, uh, dat is Amerika en UK, liggen nog steeds een beetje plat. En, um, dwars. Dwars, ja. En op een gegeven moment, het wordt, nu, het wordt nu een beetje. We gaan nu een beetje richting de conspiracy, bijna uh, toe. Want dan, dan, ik moest hier heel erg om lachen. Ik zit even te kijken. Ik moet even het goede dingetje. Oké, okay, de, deze, ja, deze vind ik heel erg leuk. Mensen mochten nu reageren op elkaar. Dus de CMA had een soort van uitspraak gedaan en daar mochten Microsoft en Sony weer op reageren. Nou, Microsoft zegt dan van nee, alles gaat goed komen en, en uh, we beloven iedereen uh, gewoon dezelfde versie, tienjarige deal, Sony kan het hebben, hier kun je hem gaan gaan die tekenen, die die bla. Die, bla, die, bla. Um, en Sony had daar een antwoord op um, en die geeft dus aan de, there are different mechanisms available to Microsoft to avoid its obligations, meaning any uh, behavioral remedy is not suitable in this case. Dus Microsoft zegt, je krijgt dezelfde versie. En Sony zegt, nee. We willen een betere versie. Ja, ze, dat, ze kunnen dat op een hele subtiele manier doen. Ze kunnen raising the price of all Call of Duty on PlayStation. Nou goed, dat, dat zal dan onderhandelingspositie zijn. Degrading, nou hier gaan Degrading the quality and performance of Call of Duty on PlayStation compared to Xbox. Oftewel... Um, Xbox geeft dan dus, feitelijk Activision, maar via Xbox geeft PlayStation een slechtere versie van de game um, dan de Xbox, Nintendo en dingen omdat ze die deal niet hebben getekend. Ja, maar ze zeggen ook van, ja, bijvoorbeeld dat ze dat er dan niet uh, uh, support voor de haptic controller wordt. Uh, ja, hier, uh, degrading Call of Duty to ignore ja. play PlayStation specific features, uh, uh, for instance better control haptics or not prior to writing. Ja, Ik zeg, zeggen, dit, dit, dit zo'n reactie dit gaat toch ook wel, zit wel heel stevig in mijn irritatiezone <laughs> ook, weet je wel. Want het, ik heb gewoon zoiets van, ja, maar het gejank stopt nooit, weet nee. je. Want dadelijk gebruiken ze niet de juiste kleur wc-papier. En uh, zijn ze misschien niet... Hebben ze de verkeerde merk hagelslag in de, in, in de keuken, in de kast staan. Ja. Je kunt door blijven zeiken totdat je een ons weegt. Dit hele ding, als die shit niet goed genoeg is, dan kopen consumenten het niet. En zo worden producenten afgestraft. Zorg gewoon, je, je kunt niet... Je kunt dit gewoon niet contractueel nou, afdekken. Het, 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 er zit een ander onder de gras. Ik, ik dacht ook precies hetzelfde. Ja, kom op, maar ga je nou serieus, ga je nou serieus uh, uh, veronderstellen dat Microsoft wilens en wetens een slechte versie aan jou gaf? Nu blijkt inderdaad dat in het verleden Microsoft wel bijvoorbeeld, als het ging om, om, om software, soms een slechtere editie. Naar anderen toebracht. Wat is uh, dan een voorbeeld daarvan? Uh, dat ben ik dan even vergeten. Maar nou, dat denk, lijkt me nogal een dingetje. Dat, dat lijkt uh, me nogal een dingetje, inderdaad. Ja. Uh, uh, in ieder geval, daar zit een beetje die wrijving. Maar het feit is, het gaat steeds verder en verder, weet je wel? En, en maar moet je nou, ik bedoel, binnen deze discussie is het nu al uh, uh, belachelijk geworden. Maar stel je eens voor dat je dit doet met bijvoorbeeld, uh, uh, hoe heet onze grote vrienden uit Polen die, uh, 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 hoe heet het, uh, cyberpunk hebben gemaakt? Cyberpunk, ja. Weet je, ik bedoel, kijk even wat daar gebeurde. Weet je, de, de PC-versie was goed, PlayStation-versie was om te janken, ja. Xbox. One versie volgens mij was om te janken zo slecht. Ja. De Next Gen versies waren oké. Okay, dus de Xbox Series X versie was als eerste oké. Okay. Mm -hmm. Uiteindelijk, ik weet niet of die auto PlayStation 5 is uitgekomen. Ik denk het wel, lijkt me ja. wel. Die was volgens mij ook op een gegeven moment oké. Okay, maar. Kijk Hoe lang dit heeft geduurd, en dan stel je voor dat je zo'n proces probeert te vangen in contracten, Man, dat er komt helemaal <laughs> geen gamer uit op je systeem. Nee, je kunt niet voor Microsoft de lat zo hoog leggen en dan vervolgens een soort van de vloeibare scheid die uh, CD Projekt Red heeft uh, geprobeerd uit te brengen met, mm -hmm. met, uh, met, met Cyberpunk op de PlayStation 4 toen. Dat ik denk van ja, maar dat, dat, dat kan je dan niet uh, toestaan. Er was al natuurlijk een ongeschreven wet uh, die nooit naar buiten werd gebracht, maar wij kennen hem allebei, en namelijk dat je als third party. Uh, een game, ook al zou een PlayStation wat meer kunnen dan een Xbox, brengt ongeveer dezelfde versie uit. Want ja. anders krijg je gezeik dat die partij die dus een mindere versie zoiets heeft, hij doet. Ik hoef hem niet meer, weet ja. je wel. Fuck it. Um, wat, wat zou Microsoft ermee winnen? Want daar ga je naartoe om. En dan heb ik het echt puur over degrading en degrading, weet je wel. En restricting hebben ze het ook nog over. Dus, dus om een inferieure versie te geven aan, aan Call of Duty, terwijl ze weten dat daar een fucking groot deel van hun inkomsten vandaan komt. Uh, We hebben gezien laatst, dat waren miljarden. Dat was, dat, was, miljarden. dat was heel veel, ja. ja. Uh, waar, waarom niet? Nee, er is geen reden. En het, nee. het stomme ook is, wat ik niet begrijp, Sony blijft maar om de hete brei heen argumenteren. Ja. En het gaat namelijk om Game Pass. Ik wil Microsoft het maar precies... Één ding te doen mm -hmm. en dat is na, dat is uh, Call of Duty uitbrengen op Game Pass. Ja, daarnaast kunnen ze hem voor 70 euro in hun eigen shop, in de bij de Mediamarkt, bij PlayStation Store en Nintendo. En het maakt geen donder uit wat ze doen. Maar als hij bij Game Pass geleverd wordt, is het over. En uit. En dat is het hele uh, vervelende hieraan. In plaats van dat Sony zegt van luister, met Game Pass kun je zo'n scheve situatie in de markt. Wij willen ook toegang tot dezelfde deal die Microsoft heeft. En het vervelende, vervelende is, de kosten van Microsoft zijn krankzinnig. Mm -hmm. Want als jij zegt van nou, weet je wat, we lopen 6 miljard aan inkomsten uh, mis, ik zeg maar ja. hoor, geen idee. Maar stel je voor dat we 6 miljard aan inkomsten mislopen, dat die game niet verkoopt, omdat die in Game Pass mm -hmm. staat. Wat Kost het dan om die game op Game Pass te krijgen? Ja, nou, dan zou je kunnen zeggen: van oké, okay, dat de kosten daarvan zijn 6 miljard. Mm -hmm. Gaat Sony 6 miljard betalen? Nou, nee. of 3 miljard betalen om oh, die game oh, oh, in hun uh, overigens game pass heeft te Xbox krijgen. gezegd: uh, jullie mogen de game ook op PlayStation Plus Day 1 doen. Maar dan ga je ervoor betalen. Maar ze moeten er nog steeds voor betalen. Ja, en dat gaat miljarden kosten. Exact. En Sony heeft er helemaal geen zin in. Nee, en. Dat is een beetje nu het, het probleem. Um, grappig, wat ik ook even wil laten zien, is dus: um, Microsoft schermt de hele tijd met een deal. We hebben Sony een deal aangesloten. Waarschijnlijk, nou, van tien jaar. En Sony zegt daarvan: uh, die deal is gewoon is, is niet oké. Okay, weet je wel. En mm -hmm. het grappige is: uh, die deal is dan naar buiten gekomen, maar uh, hij is redacted. En die redaction, of die redactie, de zwarte lijntjes, die zijn weer gemaakt, zegt Sony, op. Uh, op vraag van Microsoft zelf, dus er zitten hier delen in deze deal. Ik denk dat de deal zelf, nou ja, goed, check het gewoon even. Zet je, zet je game op, mm. uh, zet je video op pauze. Dit gaat erover van hoeveel kost het dan voor PlayStation om de game ook bijvoorbeeld op PlayStation Plus te krijgen? Wat moet je betalen per game? Et cetera, et cetera. Uh, Sony zegt van ja, die deal is niet oké. Okay. Microsoft zegt die deal is wel oké, okay. maar we weten het niet, want het is allemaal ja doorgestreept. Nou, sterk. Wat wij net beschreven wordt hier in het tweede punt uh, onder uh, pricing for MGS, wat ik ja. denk voor Microsoft Game Systems of iets dergelijks mm -hmm. uh, staat. Uh, daar wordt eigenlijk uit, dit probleem uitgelegd. Van ja, als je dat uh, als onderdeel van je subscription zou willen onderbrengen, dan moet je er flink voor betalen. Terwijl uh, Sony alleen maar die 100 dollar annual subscription binnenkrijgt. Het feit dat dit zwart gelakt is, <laughs> het is echt jammer, want het is zo'n specifieke inkijk in hoe die business uh, is ja. opgebouwd. En ik begrijp dat Microsoft het voor zichzelf wil houden. En ja. uh, waarom? Omdat, uh, en dit hebben wij vanaf het begin van gezegd: Game Pass is financieel niet nee. haalbaar. B binnen de huidige prijsstructuur is Game Pass gewoon niet houdbaar. Mm -hmm. uh, je krijgt te veel en je betaalt te weinig. Ja. En uh, nu zijn ze zich. dus letterlijk aan het investeren. Ze zijn zich een plek op de markt gaan kopen. Maar als Sony deze rechtszaak uh, verliest, hè, als Sony er niet in slaagt om een concurrerende volwassen dienst mm -hmm. naast Game Pass te zetten, dan, dan betaal je straks 500 euro per jaar voor Game Pass. Mm -hmm. Geloof mij, dat gaat gewoon 40, 50 euro per maand kosten. Want dat is namelijk wat ze binnen moeten krijgen, om die hele shit rendabel te krijgen. Mm -hmm. En dat is, ik denk niet dat gamers zich realiseren dat er dat als Sony zegt, van ja, er staat ook voor de gaming community veel op het spel, dat is ergens wel Tuurlijk, waar. Dat is ook zo, alleen dat is nooit. Dan moeten ze dat de hele tijd aanbrengen. Niet, uh, ja, maar dan krijgen we een mindere versie en dit en dat en dus zo. Ze zijn bezig met hun eigen hakje. Ik, ik las ja. hem. Uh, nee, maar dat, uh, dat ben ik juist. Dat is het vervelende van. Ze zijn alles aan het aandragen behalve waar het om gaat. Ja. En dat is namelijk het de pijnlijke termijn. punt dat Microsoft Game Pass groot aan het kopen is. Ja. En dat Sony dat geld niet heeft. En dat is de oneerlijke concurrentie. Nee. Microsoft is gewoon heeft oneindig diepe zakken. Die hebben in Europa alleen al 200 miljard op de bank staan, waar ze iets mee moeten, want inflatie vreet het op. Dus dat mm -hmm. staan te, te springen om het uit te geven. Uh, Sony heeft dat geld gewoon niet. En nu die rentes zo omhoog zijn, kun je ook niet even naar de bank stappen en zeggen van geef mij eens eventjes. 100 miljard om te lekker te gaan concurreren nee, met Microsoft. Dan ik, is Sony's klaar. Ik, ik zag ook een, uh, een, een stukje van een. Volgens mij was het een podcast. Ik, ik weet niet of het David Jeff was, maar in ieder geval, doet er even niet toe. Die zei ook van uh, uh, Sony's op dit moment die, die drijft heel langzaam op een enorme ijsrots af. En, die, ja. en uh, die zijn, eh, sommige mensen zijn helemaal niet in paniek en er is niks aan de hand. Nee, ze drijven op die ijsvel. Ze zien gewoon. Uh, en Sean Laden is dus. Eh, want dat, dat verhaal begint nu ook een beetje te komen. Die Sean Laden is op een gegeven moment weggegaan. En in 2020 en 2021 en nu ook weer in 2022 en 2023 zegt hij gewoon. Uh, de first party uh, 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 business werkwijze zoals we dat gewend zijn te doen, namelijk 100 miljoen in een game stoppen en hem dan full price uitgeven, die is niet meer houdbaar. Want die games worden steeds duurder, terwijl je de prijs niet kan verdubbelen. Maar dat is krankzinnig. Dat is namelijk niet waar. Het is gewoon niet waar. Ja? dat is Nee, waarom? Hoe komt hij daarbij? Omdat binnen dat huidige investeringsklimaat mm -hmm. iedereen loopt te roepen van ja, maar wat doe je dan met je NFT's? En wat doe je dan met je service games? En wat doe je dan met je 3D-brilletjes? En weet ik veel wat ja. voor hype ze achteraan willen rennen. Maar je ziet gewoon aan iedereen die het doet: Hogwarts van Warner Brothers, alle Nintendo-games. Die single-player-kwaliteit verkoopt gewoon één. Altijd. Maar Warner Brothers maakt daarnaast ook weer 20 poedels, eh, waardoor uiteindelijk het bedrijf gewoon geen winst maakt. En daar zit het probleem in. Ja, dat snap ik. En misschien verwoord je het op die manier ook van. Uh, uh, en Sony is uh. geen, uh, uh, geen dingens. Kijk even wat Sony allemaal voor toptitels nou, heeft uitgebracht uh, uh, in het verleden. Ja, nee, de, 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 absoluut. Alleen. Um, uh, wat er gebeurt is dat die markt, eh, zeg maar, de ouderwetse manier van, van games uitgeven. Namelijk, je, je, je donderstraat er 100, 200 miljoen, of misschien wel meer in. En dan, dan, dan moet die 10 plus miljoen verkopen. Mm -hmm. Dat is al een gok, uh, die prijzen worden steeds hoger. Duurder, duurder, duurder. Uh, überhaupt de wereld wordt duurder, duurder duurder. Maar je kunt de prijs niet verhogen. Dus dat is link. En aan de andere kant, is Microsoft opeens bezig, die gamers. Te overtuigen van: dude, uh, bij hen betaal je 70 euro voor een game. Bij ons kun je er 15 euro voor betalen. Ja. Dus er komt een hele andere perceptie van waarde bij gamers. En dat zien Sony aankomen. Ze kunnen daar dus eigenlijk niet een antwoord op geven. Ze willen ook niet het Nintendo antwoord van geven. Van, oké, okay, sorry jongens ik geef me over, dat ga ik dus niet redden. Uh, we gaan ons bedrijf anders insteken, minder studio's, uh, maar we gaan gewoon x aantal games maken per jaar en uh, daar heb je een plaf. Maar weet je, dit hebben we ook gezien in andere industrieën. Kijk naar voetbal bijvoorbeeld, weet je. Op een ja, gegeven ja, moment tuurlijk, we, weet je nog dat, ja, maar er is op een gegeven moment een moment geweest, weet je, eerst waren spelers van een paar miljoen en op een gegeven moment is het ontploft en toen gingen spelers van 100 miljoen plus. En toen waren er in Europa gewoon nog maar, weet ik veel, 5 tot 10 clubs die überhaupt in staat waren om dat soort spelers te komen. Ja, en toen zo. dacht iedereen van oh, mijn god, die clubs gaan dan die, die domineren de Europa League en weet ik wat We kunnen nooit meer concurreren. En wat zie je tot op de dag van vandaag? Mm -hmm. Komt het gewoon voor dat clubs met een beperkt budget winnen van topclubs? Ja, misschien niet structureel, nee, maar het gebeurt. De Champions League win je er niet meer mee. Nou ja, aan de andere kant, maar je kunt het ook niet kopen. Maar kijk, Nintendo. Die, die gaat nog altijd goed drijvend op hun eigen kwaliteiten. En dat is het. En, en wat je hiermee krijgt, waar Sony die denkt dat Microsoft gaat winnen, wat ik denk wat er gaat gebeuren, Microsoft gaat zijn prijs verhogen, zijn prijs volgen en op een ja, gegeven moment kost het 25 euro per maand en dan zal het nog wel, wel goed uh -huh. lopen, weet je. Eerst, nu is het 15 en dan wordt het 25, dan op een gegeven moment wordt het 30 en dan 35 je en dan 40. Verschillende en op een gegeven moment ja. hebben mensen iets van, weet je wat, 40 euro de maand voor deze shit, fuck it. Weet je, en dan, ja. en dan komt de crisis aan, boom, weg, dood, afgelopen. En dan trekken en dan is het ook direct klaar. Nou ja, en, ja. En, en Sony kan als ze zich focussen op hun eigen kwaliteit, op een productie van die zin, mm -hmm. weet je die Ghost of Tsushima, die 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 Uncharted games, weet je de eerste, de last of was, die kwaliteit vasthouden, dan kunnen ze tot in het einde der dagen door. Hebben we dan ook wel eens vaker gezegd van ze moeten gewoon software gaan maken en niet meer die hardware? Ja, maar ja, aan andere van Nintendo ook gezegd. Ik denk dat Nintendo dat niet hoeft, omdat dat blijkt met de Switch nog steeds gewoon hartstikke goed gaat nou, presteren. Laten we eerlijk zijn. kijk, er is een groot verschil. Dat, dat Nintendo verkoopt voornamelijk first-party software ja, ja, ja. op hun first-party nee, console. Exact. Dus, dus dat, dat, dat verdienmodel is niet zo heel sterk. Nee. Want zoveel third-party software, want daar verdient Nintendo natuurlijk ook aan. Dus stel je voor dat je een ja. game koopt voor 60 euro op een Switch. En Het is niet een Nintendo-game, dan verdient ja. Nintendo een tientje of een 15 euro, weet ik wat erop. Ja. Nou, PlayStation verdient ontzettend veel aan ja, de meer... Is. overgrote uit. 2 miljard was van de 10 ja, miljard omzet, is gewoon uh, 5, third party. Third party nou. ja. Dus als zij niet meer die Playstation maken... dan, is, dan wordt Sony wordt gewoon ja. een, een Ubisoft-achtige uitgever. Maar zie, je? zie hier het probleem. En um, dan heb je ook die cloud... En, dat vond ik wel een goede van Microsoft weer. Van Sony zegt van ja, weet je wel, wij kunnen niet mee concurreren op de cloud. Dus uh, er moet, moet bijvoorbeeld een oplossing was, dan dat dat, dat 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 hele Activision of Call of Duty werd dan werd dan helemaal Activision werd helemaal losgemaakt weer. En ja, er zijn Microsoft. Ja, dan heb ik het toch ook helemaal geen rol meer aan. Weet je, ik bedoel, mm -hmm. dat werkt ook niet. Um, ja, goed. Dan nou ben ik even mijn verhaal kwijt. Uh, wat ik nu wil zeggen. Ik dacht, ik ga, ik ga echt fucking slim zeggen. Maar ik ben één keer gewoon totaal. Oh, nou, schoon, dat is gewoon. Die, ja? die, 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 die vroeg intredende dimensie. Ja, we ja inderdaad. Last van. Ja, nee, ja. daar hebben we inderdaad uh, last van. Um, nee, ze, 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 ze proberen gewoon aan iets vast. Uh, ja, nee. Maar Microsoft zegt dan: van... Dude, ik concurreer niet met PlayStation. Ik concurreer met Google en Apple voor ja. de cloud. Ja. En om daar. Daar lopen we ver achter om, daar, om enigszins een beetje houvast te krijgen. Heb ik dit soort shit nodig? Ja. Dus en de CMA en de FDI die kijken daar niet naar. Die zitten de hele tijd zo niet. Dat is, dat is peanuts, bij ja. wijze van spreken, weet je. Dus ja. het is. Uh, ja, goed. En, en, en het vuil begint nu steeds meer op straat te worden. Dus PlayStation, die nu dan roept: van ja, maar ze gaan, ze gaan slechte games maken voor ons. En dit ze denken van: ja, gaan we nu serieus? Want dan, dan kun je erop wachten dat Microsoft ook met deur gaat gooien. Nee, maar het is gewoon Sony is zich aan het gedragen als een, als, een, als een verwend kind. Ik vind het niet sterk, nee. nee. Ik vind het is helemaal niet sterk. Het is vervelend. Ja. Uh, maar de cause was voor vechten is niet helemaal. Um, onredelijk. Zeker niet. De manier waarop het gebeurt is volledig onredelijk. Ja. En ik vind namelijk ook dit soort van die, van die consumentenorganisaties, tussen aanleidingstekens, ik bedoel, wat voegt dat nou helemaal toe? Weet je, dit kost alleen advocaten worden blij van deze. Crap, Zeker weet je? voor niemand is het verder goed. Nee. Uh, laat de als ik bedoel, concurrentie zodra concurrentie ze intreden doet, dan is dat goed voor gamers. Ja, ja. En wat hier gebeurt, is Sony die, die 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 vecht voor een tijdperk wat voorbij is. Ja, en beter steken ze hun tijd en energie in het uh, uh, ja, opnieuw definiëren van wie zij zijn nee. als, ja. als game publisher het, het, en het, game maker. Het voelt nu heel erg aan als traineren. Rek, rek, rekken, rekken, totdat ze misschien zelf het antwoord uh, hebben om, om uh, hun eigen hachie te redden. Um, maar goed, ja, goed, we blijven het in de gaten houden. Uh, deze vond ik ook trouwens nog wel leuk. Um, um, je weet dus, CMA Engeland, dat is dus nu een terrein waar nog geknokt moet worden. En Microsoft, um, ja, die gamers zijn natuurlijk ook belangrijk. Want in principe, een consumentenband doet het voor de consumenten. Dus gamers, uh, ja, die, die, die moeten gehoord worden. Althans, dat zou je dan hopen dat ze dat doen. Ja. En dus, wat doet uh, Microsoft? Die is uh, die heeft een pagina grote advertentie ingekocht in de krant. Um, we zien hier een voorbeeld van de Financial Times. heeft op 11 Ja, ik, uh, oh, ik, 11. ik, ik heb hem 11 staan, oh, maar volgens mij zijn ze ook met wat dingen bezig. Um, een plaatje van Call of Duty. Ik laat hem anders even zo aan jou zien. Um, nou, de kijker moet even meekijken. Wakker worden in de regio. Wakker worden in de regie. We willen een jongens. plaatje zien. Met een plaatje. Zien. Ja, daar is die, dames en heren. Financial Times. Inderdaad. Uh, 150 voor. Uh, wat, wat zij zeggen is. We hebben nu een deal gesloten met Nvidia, GeForce. En we hebben een deal gesloten met Nintendo. 150 miljoen meer gamers kunnen nu. Uh, met Call of Duty spelen. Dus wat loop je nou te zeiken met dat, dat. wat PlayStation zegt dat steeds minder mensen. Call of Duty kunnen bekijken. Nou, dan gaan andere mensen weer roepen. Ja, 150 miljoen is dat dan wel zo. Dit is nu echt perfecte marketing. Uh, Switch heeft nu op dit moment. 122 miljoen mensen. Uh, GeForce heeft 22 miljoen gebruikers. Uh, dus dat is bij elkaar even afgerond. 150 miljoen. Dat zijn natuurlijk niet allemaal mensen die ook Call of Duty gaan spelen. Dat nee. snap ik ook wel. Ja. Mensen gaan, slaan daar heel erg op aan. Ja, maar dit is, dat, is, dat is godspe, Dat is niet waar. Dat is fake news. Nee, dat is het niet. Het is gewoon 150 miljoen mensen. En ja, die kunnen dit. Die zouden dit kunnen gaan doen. Het zijn er vast namelijk nog veel meer. Want. Zoals bij jou. Jij hebt één switch. Je hebt vier kinderen die erop spelen. Misschien je vrouw erop. Weet je? Dat zijn er alweer zes. Weet je en dan komt er ook nog eens iemand langs die erop speelt. Dat zijn er alweer zeven. Ja, ja. Dit, dit is gewoon marketing. En het is nu echt. Doe, die shit, is nu ook al gewoon advertenties aan het inkopen. Het is bizar allemaal aan het nou worden. Wat ik het meest bizar aan alles vind, is dat Call of Duty gewoon. Echt een hele middelbare nou ja. game. Dus <laughs> dat gezeik over bedoel, die kut game. Ik bedoel, ja. Warzone heeft heel veel potentie. Maar dat zijn ze ook in de fik aan het steken. Nee, dus. ja, absoluut. Ik bedoel, ja. dan, dan denk ik ook van... Hey, Sony heeft een hartstikke mooi deal met Warner Brothers. Met Hogwarts, weet je wel. Met XCVD. Focus daar toch lekker op, weet je nou. Die game heeft inmiddels al 20 miljoen verkocht of zo, weet je wel. Bedoel, het kan wel. Je bent niet afhankelijk van fucking alleen Call of Duty. Um, het, het wordt een beetje sneu allemaal. Dus laten we hopen dat we binnenkort echt een uitsluitsel hebben. Dan kunnen we dit onderwerp ook afsluiten. Volgende week, nieuwe Piepshow. Stop.